Ja, wat een grappige tram. Een lestram. Dat is ook wat. Wat leuk. Dat je die... Wat een ouderwetse. Ja, die wil ik niet. U kijkt al. Wat fijn dat u kijkt naar alweer, volgens mij, de 74ste uitzending van Margaret Dorn. Begrijpt het? Dan gaat het snel, hè? En u kijkt in België en u kijkt in Nederland. En u kijkt misschien zelfs via YouTube. Dat kan tegenwoordig ook. Want als er maar gekeken wordt en als u maar weet dat dit een hele goede zender is. We hebben een hele fijne... uitzending in petto. Straks heb ik Rick van de Westerlaken in de vensterbank. Maar ik schakel eerst eventjes over naar dominee Gremdaert om te vragen waar hij het over gaat hebben. Ik weet, waar ga ik het over hebben? Ja, waar ga ik het over hebben? Het is een, ik had die vraag kunnen verwachten, maar ik weet, mevrouw Dominee, ik weet bij God niet waar ik het over ga hebben. Misschien ga ik het wel hebben over Rick van de Westerlaken. Dat vind ik een fijn persoon. Misschien ga ik het daar wel over hebben. Nou, ben benieuwd. En, dan kan ik naar kijken. Ik kan ook hier naar kijken. En, waar gaat Mike Staring het over hebben? Waar ben je? Hey, hallo Margreet. Ik ben onderweg naar Kim van Zeeuwen. Zij is actrice en allround performer. En onlangs ging ze in première met haar nieuwe cabaretvoorstelling. Haar eerste solovoorstelling, Syndroom van Zeeuwen. Straks... en veel meer. Nou, ik ben benieuwd naar de reportage van Mike over Kim van Zeeuwen. En ondertussen zit naast mij Ingo Siemann. En die is van Boekhandel Vrolijk, de homo-boekhandels. En heel veel boekhandels die hebben het op dit moment moeilijk. Grote boekhandels, kleine boekhandels. Omdat mensen via internet boeken kopen. Maar Boekhandel Vrolijk die was eigenlijk over de kop. Maar die heeft een doorstart gemaakt. En ik wil ook nog even trouwens noemen een goede boekhandel in Antwerpen. Dat is het verschil in Antwerpen. En je hebt nog een gay en gadgets winkel in de Spuistraat, ook in Amsterdam. En nou, even met de vingercamera jou laten zien. Anders dan denken mensen, waarom gebruik je de vingercamera niet? Maar dit is met de vingercamera. Zie je, okay. Mooie bril ook. Hè? Nou, dank je. Is het een dure bril? Nou, niet echt. Wat kost een... die dan? 150 euro. Oh ja, nou vind ik wel duur. Oké. Okay. Ja, want dat geld heb je dus wel. Hoe gaat het met Boekhandel Vrolijk nu? Nou, op zich heel goed. We zijn blij dat we weer open zijn. Dat we weer de dienst mogen verlenen aan de gemeenschap van Amsterdam. En ja. Het zou toch van de gekken zijn als er geen boekhandel zou zijn voor de homo's en lesbo's in Amsterdam. Want Vrolijk is de oudste homo-boekhandel van Nederland, denk ik. Van Nederland sowieso. En in Europa zijn we ook een van de oudste geweest altijd. We zijn ermee dan 27, 28 jaar open. Toen begonnen in de voetbalsteeg en later verhuisd hier naar de Paleisstraat. Nou, wat mooi. En Ingolf, dat is een Duitse naam? Het is meer een Scandinavische naam. Scandinavische naam, ja. Want daar kom je vandaan? Ik ben opgegroeid in Berlijn, maar ik woon al heel lang in Nederland. Ja, maar hoe is het in Berlijn? Kom je daar nog wel? Ik kom daar af en toe. Leuke zijweg eventjes. Ik heb er nog een zus zitten en hele oude vrienden. Ja. En dat is altijd spannend, Berlijn. Altijd leuk. Zeker nu, het filmfestival begint weer. Dus dat zijn wel altijd spannende tijden. Oh, het filmfestival in Berlijn begint? Ja. Oh, wat leuk. Was het leuk om te weten. Want van wanneer tot wanneer is dat? Oh, ik denk dat het net aan de gang is. En dat duurt wel 2 weken of zo. Oh, ja. En je hebt dus nog een zuster in Berlijn? Ik heb een zuster. Dat is ook zo'n mooi lied dit nog over haar. Ik heb nog een zuster in Berlijn. Ik heb nog een koffer in Berlijn. Ja, precies. Ja. Maar het is wel waar. Het is wel een mooi liedje. Nou, bedankt dat je dat wilde zeggen. Ja, en ook Dietrich hoor. Marlene Dietrich heeft ook al zo. Ja. Ik heb nog een koffer in Berlijn. Dat is een heel mooi chanson. Nou, bedankt. Mag je kussen? Ja, natuurlijk. Vind ik altijd zo fijn. Dan heb ik ook het idee dat ik niet alleen ben. En we gaan over naar Mike Staring. En als het goed is, is die nu bij Kim van Zeeuwen. Oh, wat spannend. Hey! Nou ja, zeg maar toevallig. Hey, wat leuk dat ik vandaag met je mee mag. Ja, leuk, superleuk. Ja, ik ga zo naar Utrecht. En hier woon je? Hier woon ik, ja. In mijn huis samen met een hele goede vriendin. Zeg maar mijn ex-vriendin, maar we zijn hele dikke vrienden, dus we hebben het huis nu in 2 stukken verdeeld. Wat goed. Heel raar verhaal, maar dat is heel privé, dus daar gaan we het lekker niet over hebben. En wat gaan we vandaag doen? Ik ga spelen in Utrecht. En wat ga je spelen? Oh ja, ik heb een soloprogramma gemaakt, Syndroom van Zeeuwen.
En wat voor programma is het? Het, is een, het gaat over dat ik een soort Gilles de la Tourette heb van typetjes. Ja. Het komt eigenlijk op neer dat ik als kind, ik was enigst kind, wat verder prima was, maar dat ik altijd geneigd was om alles na te doen en een soort, niet imaginaire vriendjes, maar ik had wel een hele wereld op, bijvoorbeeld de achterbank van de auto, weet je wel. En ik deed als mijn ouders ruzie hadden in Frankrijk, op de periferiek bij Parijs, dan ging ik het altijd sussen door middel van stemmetjes en zo. Er zijn mijn sigaretten. Papa, niet roken in de auto, dat stinkt. Nee, Jaap, niet doen. Mama, niet harder praten, dan gaat papa ook weer harder praten. Geef gewoon even mijn sigaretten. Vraag het even normaal, Jaap. Ik vraag het toch normaal? Geen ruzie in de auto, want er schiet hier niks mee op. Dat ruzie in de auto. Kijk, slecht, komt van de reis niks erin. Dit is niet jouw eerste programma, hè? Nou, het is wel mijn eerste soloprogramma. Ik heb hiervoor op de Kleinkunstacademie af en toe wel kwartiertjes gemaakt in 20 minuten. En hiervoor heb ik heel veel, 10 jaar al, veel muziektheater, jeugdtheater, meme gedaan. Ik heb heel veel producties gespeeld. Gek op hond, ja ik ben dol op hond. Lekker warm, lekker zachtjes, al die vachtjes. Kastanje, bruin of rood of blond, van mijn kruin tot op mijn kont. Wil ik pond, wil ik pond. Ik ben namelijk gek op pond. Cruella de Vil speelde ik toen 101 Dalmatiërs. Was jij hier niet voor, staat mij bij, dat jij ooit genomineerd bent voor de John Krijkamp Award? Ja, 2 keer, ja. Ook, de Musical Award ja, is dat, ja, Musical Award, ja. Was dat deze musical? Nee, het was dit. Het was Jans en de Kinderen. Speelde Katootje. Van de welbekende strip. Ja, en ik, trouwens, dat is ook wel heel leuk. Heeft Jan Kruijs heeft mij gekeken. Dan nooit meer weg. Nee, ik kom niet. Nee, want ik, kijk, ik heb ook nog Anne Frank gespeeld. Ach. En een circusdirecteur. En hier was ik ook voor genomineerd, maar ja, ook niet gewonnen, jammer dan, maar... Nou ja, een nominatie is al heel ja, wat. Ja, dat is ook zo. Pluk van de Pet was mijn eerste echte stage, was dat. En deze, daar ben ik echt heel trots op, heeft Jan Kruijs dit voor mij gemaakt. Heeft hij... Lees het even voor. Als je op het katootje staat, Kim speelt mij en daar ben ik hartstikke trots op. Later ga ik Kim spelen. Nou ja, dat vond ik zo'n ontroerende lieve tekening, dus... Leuk. Ja, daar ben ik heel blij mee, ja, dat vind ik echt gek. Ik moet het alleen nog ophangen, want dat heb ik niet gedaan. Maar ruimte genoeg. Ja, precies. We gaan naar Utrecht. Ja, we gaan naar Utrecht. En hoe gaan we naar het theater? Met de auto. Want okay. Ik heb een heel drumstel bij me. En, je drumt? Daar. Ja, ik drum ook. Zijn maar weinig meiden die drummen, hè? Ja, zijn er niet veel. Nee. En ik ken er nog één. Ken ik er. Wie is het dan? Klaartje. Gewoon een meisje die ik dan van een bandje, Pep heet die. Ik weet niet of die nog bestaan, maar... Nee, ik zat inderdaad met allemaal jongens. Ik deed sowieso allemaal jongensdingen vroeger. Ik zat ook op voetballen natuurlijk. En een lekker cliché. Nee, maar ja, dat vond ik gewoon heel erg leuk. En ja, gitaar en drummen, dat is het eigenlijk een beetje. En getafeltennis heb ik ook. Ik was vierde van Nederland toen ik 14 was. Gefeliciteerd. Ja, bedankt. Wat ik wel leuk vind, je bent wel heel gewoon gebleven. De meeste artiesten die hebben een chauffeur, maar jij doet alles zelf. Ja, klopt, maar dat is alleen maar voor nu. Oh, oké. Okay. Normaal ben je wel een diva. Echt zeker, ja. Ja. Nee, ik vind het juist wel... Nou, wat ik wel heel grappig vind inderdaad... Dat mensen... We gaan het stoepje op. Ja, ik beweeg, maar het is het stoepje. Ja, nee, maar het vertel verder, sorry. Nee, wat ik wel heel grappig vind, is dat heel veel mensen zo verbaasd zijn... dat ik gewoon al mijn spullen meeneem in de auto. Omdat het dan cabaret is en veel mensen hebben niet zoveel nodig met cabaretvoorstellingen. Dat tegenwoordig mensen, ja maar rij je dan zelf en moet je technicus dat niet doen? Ja, ik vind het eigenlijk veel handiger, want ik ben een beetje controlfreak. Dus ik vind het ook wel handig dat ik het allemaal zelf bij me heb. Ja. Als ik het theater binnenkom, ik heb allemaal van die ritueeltjes. Dat ik heb dus 2 pruiken in mijn voorstelling en precies die spullen moeten allemaal goed liggen voordat ik ga spelen. Ik moet gewoon precies zelf. Ik moet ook echt zorgen dat ik om zo laat in de auto zit. En ik wil ook dat ik alles georganiseerd heb van tevoren. Als het dan even anders loopt, dan raak ik in de stress of zo. Dan denk ik ook meteen, oh, dan wordt het geen goede voorstelling. Ik ben ook een beetje bijgelovig erin. Ja. Dat is echt een beetje over. En soms denk ik ook, Kim, hou eens op, doe even normaal. Maar dat lijkt me doodvermoeend. Ja, is het ook. Als ik wil, kwart over 3 in het theater. Ik ben altijd het liefst 3 uur al in het theater. Want dan kan ik eerst rustig aankomen. Terwijl je pas hoe laat speelt? Ja, 8:30 of zo. Ja. Ja, ik weet ook niet wat het is, maar... Je sleutel. Ja, bedankt. Trompetsmurf. Ja, wat heb je met smurven? Ja, eigenlijk best veel. Oh?
Nou, ik heb sowieso met tekenfilms al van alles. Ja, want jij doet ook stemmen, hè, voor tekenfilms. Ja, klopt. Ik ben Diego. Ik weet niet of je het kent, het neefje van Dora Dat Dora. Dat meen jij niet. Ja, en die zegt altijd, to the rescue, my friends. Let's go. Wat en dan moeten kinderen dan Engels leren en dan leren heel veel over dieren en zo. En dat doe ik. En andere serietjes ook nog voor tekenfilms en zo. Maar dat heeft niks te maken met Smurf. Ik vind gewoon de Smurf grappig. Je bent gewoon een multitalent. Ja, ik zeg het, maar volgens mij is het zo. Nou, ik vind vooral veel dingen leuk. Ik zou gek worden als ik één ding moest doen. Ik vind de diversiteit heel erg fijn. Maar je speelt nu je solo-programma. Ja, ja. Je hebt maar liefst 4 sterren gekregen. Ja. Maar goed, een goede recensie. Ja, goede recensie. Ja, betekent dat je nu alleen maar solo gaat? Nee. Want ik zou wel ongelukkig worden als ik alleen maar alleen zou moeten spelen. Want ik leer ontzettend veel van collega's en ook van andere stijlen van spelen. Van bijvoorbeeld, nou, ik heb in de meme-voorstelling veel meer fysiek of poppenspel of Jippe Janneke of... Nou ja, noem het allemaal maar op. Je wil gewoon alles blijven doen. Ja, want dat vind ik ook leuk om het te ontwikkelen of zo. En ook om elke keer weer ergens helemaal vol in te gaan. En weer, dan de ene keer is het alleen puur met tekst, maar de andere keer is het weer heel veel met zang. En de andere keer is het weer komisch en dan serieus. Ik hou heel erg van de breedheid. Kim? Yes? Oh, hier ben je. De kleedkamer neem ik aan. Ja, de kleedkamer. Klopt. Beschouw je dit nou ook als je... huiskamer nu eventjes voor deze avond? Nou, niet, maar ik probeer altijd een beetje een soort, een vriendin van mij zei het laatst, een soort territoriumpje even te maken. Ik heb gewoon hier een dekentje bij me. Oh, wat goed. Dat was eigenlijk mijn kat, net van een kat, maar die heb ik voor mijn moeder gehad ooit. Ik heb ook nog een andere, maar die, nu hier ligt een beetje hard, soms ga ik nog op mijn kledingzak liggen als er geen bank is, dat is hier niet. Maar jij gaat hier gewoon straks eventjes chill out. Ga ik heel even door het licht uit, donker en gewoon even, even liggen. Ga ik gewoon zo. Hier kan ik het ook al. Ik mag gewoon even niks hoeven gewoon. En hoe lang? 10 minuten? Half ja, uur? Meestal soms. Kijk, nu is het een beetje druk, is het een beetje chaos hier. Dus dan merk ik van, oh, het is te veel energie. Dus dan ga ik eventjes, als mijn technicus nog bezig is met van alles, ga ik even liggen. En meestal doe ik het na het eten eigenlijk. Oké. Ik doe het eigenlijk altijd, dan gaan we eten en dan heb ik nog gewoon meestal 1,5 uur. Dan kan mijn eten even zakken. Dan ga ik even liggen en soms nog even douchen om even... En de meeste mensen doen dat daarna, maar ik dat is ervoor. Dat is wel zo'n controlfreak ding of zo. Dat ik moet gewoon even in mezelf zijn, want anders dan trek ik het niet. En helemaal bij kleine theaters, als er heel veel reuring is. Wat hartstikke leuk is vaak en superleuk en gezellig en knus en heel veel voordelen heeft. Maar qua concentratie moet je dan echt even streng zijn. Dan zeg van, nee, nu ben ik er even niet. En in grote theaters is het heel makkelijk, want er is heel veel stille ruimtes. En dan kan je overal heen waar je wil. Ja. Dus ja. En dan ga ik gewoon even zo liggen, ja. Slaap lekker. Want is ja, nu nog niet. Slaap lekker, ik zie je straks. Ja, wanneer is de soundcheck? Volgens mij 5:30. Oké. Okay. Doe je het licht uit? Ik doe het licht uit, ja. Het zit hier. Okay. Nu ook een heel klein stukje doen om even in te zingen. De hemel brak open. De zon op mijn gezicht, naar buiten gekropen, bevangen door het licht. Het begin van mijn bestaan, ik groeide op zolder mijn klus. Maar wel, zonder broer of zus. Ja, hallo. Ja, ik hoor je wel. Hè? Oh, waar zit je dan? Hè? En wij hier. Ja, waar? Hé, en mij? Wie ben je dan? Ja, dat zeg ik niet. Hé, hoe ziet het er eigenlijk uit in mij? Moet ik met je gestet aan? Sorry, wacht even. Ja, doe even normaal, joh. Kijk, kaffee, joh. Zij is dat flul. Aanbrengen kleppendiksel, aansluiten waterslangen en klaar is Kees! Oh! En dan ben ik bij vrijdag. En vrijdag heeft kleur van banaan. Heeft ook vorm van banaan. Is eigenlijk gewoon banaan. En zaterdag. Lijkt op dinsdag. Op flatgebouw. Alleen het krom getrokken, maar gewoon rechtop.
Wat een leuk mens, die Kim Verzebe. Wat een, ik heb er nog nooit van gehoord, wat een leuk mens. En mevrouw Dolman, wie hebt u nu in de vensterbank zitten? Nu heb ik Daniel Viss in de vensterbank. Ja, ja. En, het is de afgelopen week, is de week voor de poëzie geweest, of vorige week. En dat hangt er vanaf wanneer u kijkt. En Daniel Viss is een van de aanstormende talenten volgens de Volkskrant. En daarom ben ik blij dat je hier bij mij in de vensterbank zit. En je hebt ook een aantal prijzen al gekregen. Even met de vingercamera. Dat is de vingercamera. Ken je die? Ja, die heb ik al gezien inderdaad. Oh, waar heb je hem gezien dan? Op YouTube staan wat clipjes ermee. Ja, dat is waar. Want dan kan je ook heel mooi de ogen zien. En mooie lippen ook. Zo heb je. En doe je mond dus open. Ja, zie je. Dat is leuk ook zo om te zien. En, maar je hebt, welke prijs heb je gewonnen? Afgelopen zaterdag het NK Poetry Slam. Oh, en met welk gedicht? Ja, je doet meerdere gedichten verspreid over een paar rondes. En ja. Dat is een wedstrijdje voordragen eigenlijk. Je begint met 8 dichters, er vallen elke keer mensen af. En uiteindelijk battle je zogezegd met z'n tweeën, zoals in de rap ook gedaan wordt. Waarbij je om en om gedichten doet die op elkaar moeten inspelen. Oh, en hoe was het dan? Wat deed je dan? Nou ja, dat is altijd met eigen werk uiteraard. Ja. Anders mag je natuurlijk niet meedoen. Nee. Je probeert een beetje een tactische lijst gedichten uit te zoeken met een beetje opbouw erin. Zodat iedereen geboeid blijft. Maar ja, uiteindelijk ben je overgeleverd aan de gunst van het publiek. Dus het is altijd maar afwachten wat er gebeurt. Maar je hebt toen gewonnen. Was dat... verwachtte je dat ook wel? Ik werd getipt als een van de kanshebbers. Maar ja, omdat het publiek een grote stem heeft, weet je nooit wat er gebeurt. Nee. Maar zou je ook... even voordat je een gedicht... Want ik ga vragen of je een gedicht wilt doen ook. Maar wat is verder je achtergrond? Want waar ben je geboren? In Leuven, naast Brussel. Maar ik heb nooit in België gewoond. Na 2 dagen hebben ze me vervoerd naar Nederland. waarom ben je in Leuven geboren? Omdat mijn ouders daar in de buurt heel lang gewoond hebben. Ik ben de jongste van 4 kinderen. Alle andere 3 zijn daar geboren. En mijn moeder vond het een prettig ziekenhuis. Dus ze zijn daar gewoon heen gereden rond de tijd dat ze was uitgerekend. Nou, vanuit Nederland? Ja, ja. Nou, wat grappig. Maar wat veel mogelijkheden heb je dan? Dat is ook wel een leuke tip voor vrouwen in verwachting. Dat je gewoon, dat je gewoon naar Leuven kan rijden. Je hoeft niet te reserveren. Je gaat gewoon met een volle buik naar Leuven en je komt leeg weer terug. Ja, ja, ja. En ze kunnen je moeilijk weigeren aan de deur. Als je daar natuurlijk met je waterbrekend aanbelt, dan moeten ze je wel binnenlaten. Maar zo is het ook met je moeder gebeurd. Nou, of het zo extreem was, weet ik niet. Maar er was haast bij in ieder geval. Oh, dat wel. Ja. Maar het is niet zo dat je vader daar werkte in Leuven. Nee, ze waren toen alweer terug verhuisd. Mijn vader heeft lang in Brussel gewerkt. Maar het was een prettige plek om te bevallen schijnbaar. Dus als een soort zalm zijn ze weer terug de stroom opgezwommen. Ja, wat leuk. Maar het resultaat mag er ook zijn. Dank je. Dus dat is ook prettig. Dat je als je in Leuven bevalt, dat je dan een mooie dichter kan baren, zeg maar. Ja. Maar hoe oud ben je? 25. 25. En heb je een vriendin ook? Nee. En zou je die wel willen hebben? Nou, momenteel is het erg druk. Maar ja, je kan dat soort dingen toch niet sturen. Hè? Dus je moet daar gewoon, rondlopen en wachten. Ja, afwachten. Maar je staat meer open voor een vriendin dan voor een vriend. Qua intimiteit. Ja. Nou, dat is ook wel leuk om te weten. Van heel veel meisjes die zijn hunkerend. En die denken van, ik wil wel iets met een dichter. Want wat zijn je lastige eigenschappen? Dan weten die meisjes dat ook al. Oh, die zijn legio. Hele lijsten lastige eigenschappen. Vooral als dichter. Je bent, je kan veel te goed tegen alleen zijn. En dat wil je dus ook graag. Oh, ja. Je houdt van, zeg maar, in je eentje aan een papiertje zitten frutselen, zullen we maar zeggen. Ja. En ik ben niet de vrolijkste figuur die op straat rondloopt waarschijnlijk. Nee, maar je kan wel, ik maak jou al vrolijk, dus dat kan een meisje van jeugdigere leeftijd, die kan dat helemaal, denk ik wel. Ja, dat moet wel lukken inderdaad. En dat ervaren ze ook vaak, zeg maar om het modewoord te gebruiken, als een uitdaging om een wat melancholische dichter, om die vrolijk te maken.
Ja, ik denk het wel. Ik vrees het ook. Want ja, het is altijd maar de vraag of je die uitdaging aankan. Maar ze mogen het proberen. Ja, maar ze mogen niet. Je mag niet te vrolijk worden, want dat gaat ten koste van de kunst dan, hè? Ja, ja, dat is toch een beetje het romantische ideaal. Je moet een beetje lijden, hè? Anders wordt er niks. Ja. Nou, wat leuk. Ik zou, als ik jong was geweest, dan had ik het wel geweten. Maar wil je een gedicht doen? Kan je een gedicht uit je hoofd ook? Nee, mijn geheugen is echt verschrikkelijk rommelig. Dus ik heb, maar ik heb mijn teksten bij me, dus ik kan er wel één doen. In je bundel? Komt er een bundel van je uit? Ja, hè? Ja, in april verschijnt hij. Hij heet Crowdsurfen op laag water. Want ja, ik ben niet al te vrolijk. Crowdsurfen op laag water, dat is wel leuk. Wat crowd, dat is dan, hoe zou je dat moeten vertalen? Ja, ik denk niet dat er echt een goede Nederlandse vertaling is voor het woord crowdsurfen. Publiek surfen of zo, iets in die dat richting. Klinkt maar niet zo, hè? Nee, dat bekt niet lekker. Nee, maar crowdsurfen op laag water, ik vind het een hele mooie titel. En welk gedicht ga je doen? Ik ga het gedicht doen wat ook in de Volkskrant is afgedrukt vorige week, volgens mij. Ik zou het ook een beetje modern zo. Moefka Gaatje vroeger zo, weet je wel. Zo, dat ik een beetje zo laten zien. Dit heet dan Friedrichs Ontstopper, hè? Ja. Nou, ja, geen gang. Friedrichs Ontstopper. Voor zijn kamerraam stond een lantaarnpaal. Soms kroop hij 's nachts uit bed en schoof het gordijn open. Hij heeft zweet gestaan in zijn gevouwen handen en hij heeft om dingen gevraagd. Van de pepernoten begreep hij ook niet hoe ze in zijn schoenen kwamen, maar daarbij bleken ze de waarheid te schminken. En toen hij 13 was, verzoop een schaap in de sloot achter: je kan niet over water lopen. In de cartoon zangen ze even stil in de lucht voordat ze vallen. Er verandert iets in hun ogen. Hij vertrouwt niet op gootsteenontstopper, dat het iets oplost daarbinnen. Doe je mond maar open, zeg ik. Als het prikt, werkt het. Het botst toch op niks, zegt hij. Alles vindt zonder obstakels de afvoer. Hij houdt zijn hand op zijn middenrif. 23. En hij zoekt nog steeds naar vervanging. Hij zegt: als Jezus terug op aarde komt, is dat als mannenmodel voor H&M. Mooi. Je doet het, je draagt het ook goed voor, ook hoor. Ja, ik ben inmiddels een soort tape recorder voor mijn eigen tekst geworden. Ja, als je vaak voordraagt, dan kom je in zo'n stijl terecht waar je ook moeilijk weer van afkomt. Dus het klinkt elke keer precies hetzelfde. Ja, wat mooi. Misschien moet je ook een keer, want we hebben elke zondagmiddag zondagmiddagsalon van dominee Gremdaad. En misschien is het leuk om hier ook een keer, dat is een culturele middag met een hele fijne nazit. Want het gaat ook om de nazit. Heel veel mensen hebben behoefte aan een fijne nazit op zondagmiddag. Maar dan willen ze ook wel iets cultureels hebben om over te kunnen praten. En dan heb je de Gremdaad zondagmiddagpreek. En dan kan jij ook een keer als afronding een mooi gedicht voor daar zijn. Ja, graag. Ja. Zeker als er een nazit is, er moet toch gedronken worden als er provisie is. En we hebben een hele goede drank ook hier. Kijk, prima. Ja. Nou, bedankt. En maak je kusje op? Ja, tuurlijk. Zo. Oh, wat een fijne baard ook. Nou, ik zou zeggen, misschien kan dominee Gremdaad hier nog iets op zeggen. Ach, wat een goed idee. Wat een goed idee om die Daniël Vis een gedicht te laten voordragen in de zondagmiddagsalon bij u in het Betty Asphalt complex. Want het zijn zulke mooie middagen en er is drank genoeg. Het is heel erg dat ik dit nu kan zeggen. Ja, yes, heel kort. Ja. Wat is je naam ook weer? Zo precies. Ik wil toch gewoon de lul eraan, hè? Ik mis gewoon die lul. Oh! Arie. Ik durf dat soort dingen niet te zeggen. Oh ja, maar dan begrijp ik je. Dit is mooi. Ja, die zaal, die was helemaal... Yeah! Ja. Dat had een goede truc. Die hele lange uithalen. Ja. Ja. En naast mij in de vensterbank Rick van de Westerlaken, nieuwslezer, een van de beste nieuwslezers die we op dit moment hebben. Dankjewel. En ook even kijken met de veercamera, mooie bruine ogen ook. Ja, een beetje geel geloof ik ook. Ja. Een soort zonnebloem zit erin. Oh.
Valt het op of niet? Ja, nee, dat, misschien de kijkers thuis, dat die dat dan wel zien. Dat het zonnebloem is. Je hebt geen lenzen. Nee. Oh, nee. Ook nooit gewild. Nou, het is niet nodig nee, geweest. Nee, dat moet je het ook niet doen. Als nee. het niet nodig is, dan moet je het ook niet doen. Nee. Hoe lang ben je nou nieuwslezer? Ik doe sinds 7 jaar zo fulltime bij de NOS. Maar daarvoor heb ik het ook wel een aantal jaar af en toe gedaan. En bij AT5 ook nog. Dus ja, misschien wel veel te lang al. En was dat je ideaal ook om nieuwslezer te worden? Nee, helemaal niet. Nee. Wat was je ideaal dan? Nou, ik wilde vroeger op de middelbare school wilde ik graag toneelspeler worden. Ja? Ja, of schrijver. Maar een van de twee, dat je dus een beetje zo je eigen wereldje creëert, je eigen verhalen verzint en zo. Maar naarmate ik puberde, begon ik eigenlijk steeds angstiger te worden voor een auditie en zo. Ik speelde wel toneel bij ons op school, op de middelbare school. Ja. Dat vond ik nog wel leuk, maar zo'n auditie doen op zo'n toneelschool, dat lijkt me heel ingewikkeld. En ik had ook nog een vader die zei, ga eens wat doen waar je ook nog geld mee verdient. En dat vond ik eigenlijk ook wel zinnig. En ik had ook wel een deel van mij dat dacht van, nou, ik moet misschien ook wat gaan doen wat nuttiger is voor de samenleving. Niet dat toneelspelen niet nuttig is hoor, maar ik had ook een soort van vrijwilligersbaantje bij de lokale omroep. Dat vond ik ook heel leuk. Dus ik dacht, misschien moet ik daarmee verder. Maar je zag op tegen auditie, ja. Maar was je bang om afgewezen te worden? Ja, ik denk dat ik gewoon een beetje bang voor was. Gewoon voor inderdaad jezelf blootgeven. En, ik weet niet, ik vond het ingewikkeld. Maar heb je dit verlangen, heb je het nog wel een beetje? Nou, het grappige is dat ik eigenlijk, naarmate ik in mijn leven ook wat meer acteurs heb leren kennen, kwam ik erachter dat het ook niks voor mij zou zijn geweest. Omdat je als acteur natuurlijk een rol moet spelen die voor iemand voor jou geschreven heeft. En die regisseur jou vertelt hoe je het moet spelen. Ja. En er komt natuurlijk ook wel een deel van jezelf in. Maar als je dat dan ook nog een keer 200 avonden per jaar moet spelen, is het misschien ook wel soms niet zo heel leuk om te doen. En ik ben nu terechtgekomen in een vak waar ik elke avond toch iets anders vertel en dat er andere dingen gebeuren in de wereld. En dat is, ja, dat past beter bij mij. Oh, dus het is goed gekomen eigenlijk. Ja, zeker. Maar dan moet je als nieuwslezer moet je toch ook vaak hetzelfde zeggen? Dat ligt eraan. Het nieuws verandert natuurlijk om de haverklap. En een deel van de teksten schrijf ik zelf. Dus ik kan het in mijn eigen woorden vertellen, waardoor toch voor mij iedere keer weer een uitdaging is om een hele uitzending te doen. Elke uitzending is anders. Er zijn nieuwe beelden, nieuwe teksten, de gebeurtenissen zijn aangepast. Sommige dingen blijven wel hetzelfde. Ja, ja. Want dan moet je toch wel weer met hetzelfde enthousiasme, moet je toch hetzelfde bericht weer lezen? Dat probeer je wel, ja. Maar dan ben je toch ook een acteur? Nou, je bent wel een beetje een performer, ja. Want ik loop zo, nou ben ik nog redelijk netjes, omdat ik hier ben. Maar ik loop ook wel eens in een spijkerbroek en sportschoenen. En als ik op de redactie ben ook, maar als ik me dan ga omkleden voor het presenteren van het journaal, dan gaat een pak aan, nette schoenen en je gaat naar de griem. En dan word je vanzelf wat meer die officiële variant van jezelf die het nieuws gaat vertellen. Ja. Ja, dus het is wel een soort van performen. Dus dat deel van vroeger wat eigenlijk op het podium wilde staan, dat staat nu in de studio en doet het nieuws. Want ook als je bijvoorbeeld somber bent of als je een rotperiode achter de rug hebt, dat mag je de kijkers, hoewel het voor kijkers wel leuk zou zijn, als je gewoon zegt, ik doe het nieuws wel, maar ik heb er helemaal geen zin in. Nou, dat vind ik niet leuk hoor. Ik wil eigenlijk altijd wel een presentator die gewoon zich helemaal 100% geeft. Die gewoon in elk geval zijn best doet om er nog wat van te maken. Kijk, iedereen heeft zijn dag wel eens niet. Ik maak ook wel eens fouten. Ja. Nogal, maar ja, die dagen heb je wel eens. Nou ja, je hebt van die dagen wel dat je niet helemaal er lekker in zit en dat je een paar keer goed verspreekt en zo. Dat is, of dat je doorgezakt. Heb ik ook nog wel eens een keer gehad, ja. Maar ik dacht dat ik vrij was. Toen was ik de avond ervoor naar een feest geweest. Dat was heel laat geworden. Ik was 's ochtends om 10 uur wakker, echt met een kater van je welste. En ik dacht alleen maar, oh wat fijn dat ik vandaag vrij ben. Dan kan ik nog even bijkomen. En toen ging mijn telefoon. Zeg maar, waar blijf je? En toen dacht ik, nee, maar ik hoef niet te werken. En toen zeiden ze, jawel, je staat op het rooster. En je moet komen, er is niemand anders. Dus toen ben ik, ben ik in mijn auto gesprongen en naar Hilversum gereden. En ik kwam binnen en ik weet ook wel, normaal gesproken, zo zie ik er normaal uit. En mijn collega's die zagen dus hoe ik eruit zag met een kater. En die schrokken echt. Die was echt een opgezwollen gezicht, rode ogen. Ja, het was niet netjes. En wallen ook. Wallen, enorme wallen. En komen er dan reactie? Want eigenlijk zou het wel leuk zijn als je dan zo het nieuws presenteert. Ja, het zou leuk zijn, hè? Ja. Nee, maar we hebben gelukkig een hele goede afdeling Griem die dan met alle hulpmiddelen
zo iemand te lijf gaat, en mij in dit geval. En nou, volgens mij heeft niemand het gemerkt, behalve dan dat mijn stem misschien een paar octaven lager was dan normaal. Met je rauw ook. Beetje, ja. Ja. En rook je dan ook? Nee, ik rook niet. Oh nee, dat scheelt dan wel. Dus je hebt alleen ja, maar drank alleen al is ook al best wel schadelijk voor de stem. Ja, dat is waar. En ben je dan, zou het ook wel kunnen zijn dat je zo misselijk bent dat je ook live kost? Oh nee, nee. Dat is nog nooit gebeurd. Ik heb wel echt een heel lang geleden, in de periode van AT5, heb ik wel eens een uur voor de uitzending dat ik echt over mijn nek ben gegaan. Was ik misselijk, ja. Maar dat was niet van het drank trouwens. Maar... Gewoon ziek? Ja, was gewoon ziek. Maar toen ben ik wel gewoon doorgegaan, ja. Ben je niet bang dat het ook dan tijdens de uitzending, dat het dan... Of dat nou, heb je dan wel onder controle? Ik weet niet of... Ja, ik heb dat... Ik probeer me daar dan niet op te concentreren. Want als ik dan ook de hele tijd ga denken van volgens mij moet ik zo meteen... Ja. Dan gaat het volgens mij helemaal niet goed. Dan ga je ook niet meer concentreren op wat je moet vertellen, denk ik. Nee, maar het kan zijn natuurlijk dat je door je leest de autocue, dat je dan daar misselijk van wordt. Ja, dat zou ook nog kunnen. Daar heb ik nog niet bij stilgestaan. Nee, dat is nog niet gebeurd. Ah, nee. Maar goed, je bent altijd geconcentreerd. Je houdt wel natuurlijk van het performen. Je hebt wel vrienden gehad die... je hebt vrienden die aan het toneel zitten. Ja, ja, ja. En vragen die dan niet, zijn ze een rolletje? Nou, ik heb... Nee, ja, nee. Nee, wat ze weten... Het is echt wel... Natuurlijk, acteren is natuurlijk gewoon een vak. En daar ben ik verder niet voor opgeleid. Ik weet gewoon vooral hoe ik meer variaties van mezelf moet zijn. Maar niet hoe ik, nou ja, een steen zou moeten spelen, zeg maar. Wat zo'n opdracht is van de toneelschool. Maar ik heb wel eens in een film gezeten. Toen moest ik wel steeds mezelf spelen als nieuwslezer. Maar dat was ook al heel bijzonder. Ja. Niet een hele succesvolle film trouwens, maar het is wel... Het was wel een filmrol. Ja, en heb je ook liefdesvrienden gehad die aan het toneel zaten? Ja, 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 ja. Mijn laatste vriend met wie ik 3,5 jaar was, die heeft ook toneel gespeeld, ja. Oh, en wie was dat dan? Dat was Thomas Kammaert. Die zit in de serie Ramses. Ja, vorige week hebben we Maarten Heijmans gehad en die heeft met een fantastische rol speelt ook. Hij speelde Joop Admiraal. Thomas speelt Joop Admiraal, ja. Ja, de vriend van Ramses. Ja. En knap ook. Ja, dat doet hij heel goed. Ik ben erg trots. Maar waarom is het dan afgelopen tussen jullie? Ja, dat is allemaal... Zullen we daar gewoon... Dat is heel privé. Nee, het werkte gewoon niet meer. Het werkte gewoon niet meer. Nee, het werkte gewoon niet meer. Dat is, en we scheelden 13 jaar. Dat zal ook meegespeeld hebben. Ik ben 13 jaar ouder, dus dat is nogal een tijd. Ja, soms hoeft dat geen probleem te zijn. Dat was 3,5 jaar lang geen probleem. En blijkbaar op het laatst toch wel. Ja, ja, maar ja, goed. Voor hem was het een probleem. Ja, 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 ja. Maar ja, goed, dat kan gebeuren. En had je ook wel... als je dan het nieuws las, dacht je dan niet van... wat doet hij nou thuis? Want jij kon niet weg. Nee. Ik probeer toch echt dat soort dingen uit mijn hoofd te houden, ja, als ik aan het werk ben, ja. Ja. En nu, hoe zit je dan nu? Heb je nu weer een andere... Nee, ik ben single. Ach, zie, dat is toch wel leuk voor de mensen thuis, dat ze dat weten. Want je hebt ook helemaal geen beginnende relatie. Nou, ik heb af en toe wel eens een date, maar ik ben nu 2 jaar single. En eigenlijk, ik heb heel lange relaties gehad. Dus het was voor mij eventjes weer van, wat is dat ook alweer, single zijn? En wat houdt dat in? En wat houdt daten in? Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Tenminste... Hmm. Maar dat is toch moeilijk dan, als bekende persoon? Want hoe date je dan? Ja, ik vraag me eigenlijk nog steeds af wat dat precies betekent. Is dat het voorstadium van verkering? Is dat dan dat je zeg maar... Dat je met één persoon tegelijk deed of met meerdere, weet jij dat? Nee, je mag wel met meerdere personen tegelijk. Ik heb 10 de grens is ongeveer. Oh, ja. Nou, dat scheelt. Zover ben ik nog niet. Maar doe je dat via internet? Of, Nee. Ik heb daar een hekel aan. Ik vind dat, maar hoe kom je dan aan mensen? Nou, ik ga gewoon wel eens naar de kroeg een biertje drinken. En dan spreken mensen je wel eens aan. Of dat soort dingen. En dan heb je wel een leuk gesprek of niet. En als het een leuk gesprek is, dan spreek je nog een keer af. Ja, en dan gaat het van een affaire. Dat zou kunnen, ja. Maar het hoeft niet. Nee, maar hoeft zeker niet. Heb je nu dan op het vuur staan? Nee, ik heb wel een paar. Ik heb wel één jongen die ik heel leuk vind. En ik
ik weet niet of dat wat wordt. Dus nee. Dat hou ik nog eventjes voor mezelf. Ja, maar dat is ook een bekende. Ook acteur. Nee. Goed, dat hoeft ook allemaal niet. Nee, toch? Nee. Dus de wereld is groter dan dat, gelukkig. Ja, ja. Daarom. En maar je hebt gewoon je werk waar je ontzettend met plezier in hebt. Je ziet er heel gelukkig uit. Nou, gelukkig. Dus het is ook geen, je staat niet onder druk of zo. Van, om een relatie te krijgen, ja. Bedoel je? Nee, helemaal niet. Nee. Ik denk dat het uiteindelijk, ik ben echt 3 keer in mijn leven enorm verliefd geweest. En er is een hele mooie relatie uitgekomen. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Dat is wel vaker dan sommige andere mensen in hun leven. Dus eigenlijk ben ik daar al heel dankbaar voor. Maar ik hoop wel ooit nog iemand te vinden waar ik dan echt weer zo verliefd op word. Dat dat het wordt of dat het is voor de rest van mijn leven. Dat lijkt mij, ik heb een soort romantisch ideaal dat nog wel leuk zou zijn. Ja, maar je bent toch, hoe oud ben je nu dan? Ik ben 42. 42, ja, dat kan toch? Ja, dat kan nog wel. Ja, zeker. Maar vrienden van mij hebben pas, toen ze 25 jaar bij elkaar waren, zijn ze gaan trouwen. Dat was een hele bijzondere dag. Maar toen dacht ik wel pas van, dat 25 jaar bij iemand zijn, dat ga ik misschien wel niet meer redden. Dus dat is wel iets wat je dan realiseert ineens, ja. Ja. Maar vind ik niet vervelend hoor, maar nee. Het is meer dat je denkt, oh, dat is misschien een mijlpaal die ik al niet meer mee ga krijgen. Maar dan heb ik gelukkig andere mijlpalen toch. Ja, maar dan zit je daar dan aan te denken. Ja, ik denk daar wel aan, ja. 42, dat je daar nog heel jong bent eigenlijk. Ja, maar ja, ook, nou, maar ja, iemand zei pas tegen mij, 42 is over het algemeen heel jong, maar in homo-jaren is dat heel oud. Ja, en dat betekent dus eigenlijk dat je eigenlijk al niet meer meetelt. Maar goed, dat zijn zijn woorden, maar ik moest er wel om lachen. Maar ik moest er ook wel een beetje om denken, omdat natuurlijk ook, ja, jong zijn is natuurlijk ook wel, nou ja, in de homo-scene is het wel, wordt dat wel heel erg gewaardeerd, ja, als je jong bent. Ja, maar ik vind het toch wel een beetje, het is wel jammer dat het mensen zo denken dan, homo's. Ja, tuurlijk, ja. Nou, vooral als je zelf wat ouder wordt, merk je dat het eigenlijk niet zo heel veel verschil uitmaakt. Het is alleen een cijfertje, maar ja. Maar ja, goed, dat de mensen dat, en iemand zegt het dan een beetje als grap, van nou, als je boven de 40 bent, dan is het bijna afgelopen. Ja, zo'n ongeveer, ja. En dan ga je toch, sommige grappen die kunnen harder aankomen dan mensen beseffen. Ja. Nou ja, ik hou er wel van, ook omdat ik natuurlijk de hele dag heel serieus bezig ben met nieuws en om dingen ook af en toe even op scherp te zetten met dit soort harde grappen. Dus ik vind het, hij vertelde me wel de waarheid, maar dan wel met een hele grote knipoog. En ik moet hem, ja, ik vind dat wel leuk. Ja. Ik bedoel, ik besef wel dat inderdaad een risico is, ja, dat ik die 25 jaar misschien niet haal, maar ik vind dat ook niet erg, zo gaat het. Maar ben je zelf van huis uit melancholisch? Ja, best wel. Ja. Tenminste, ik ben redelijk emotioneel. In de zin, ik ben heel positief. Ik kan heel erg op de hoogtepunten heel erg groot vieren. En als het minder gaat, gaat het ook. Dan, bijvoorbeeld, ik ben verslaggever geweest tijdens de brand in Volendam in het Hemeltje. Dat was een nieuwjaarsbrand van 11 jaar geleden of zo. En dat heeft me toen enorm aangegrepen, dat ik daar moest werken en dat ik daar rondliep met mijn camera. En, ja, dat zijn die dingen, dat nam ik echt mee naar huis. Dat vond ik echt pittig. Ja, dat kan me voorstellen, dat is ook verschrikkelijk natuurlijk. Ja, maar omdat ik natuurlijk als nieuwspresentator ben ik elke dag met hele erge dingen bezig. En toch is het dan, dat kan ik redelijk goed scheiden, maar als je er echt bij bent, is het meteen al een heel ander verhaal. Ja, ja, dan ben je als verslaggever erbij, wat cameramensen natuurlijk ook hebben. Ja. Maar die gaan meteen naar de volgende ramp. Die gaan naar de volgende ramp toe. En nou ja, goed, die zijn denk ik ook wat meer in de loop der jaren ervaren geraakt. Ik was toen nog een beginnende verslaggever. Dus voor mij was dat best wel heftig om mee te maken. Maar dus ik ben in dat opzicht een emotioneel mens, dat ik sommige dingen wel wat langer bij me meeneem dan dat mensen denken. Maar ook als je dus presenteert, dus als een andere verslaggever een aangrijpende reportage hebt gemaakt en je bent meteen weer in beeld. Ja, soms wel. Ja. Soms zie ik de reportage van tevoren en dan weet ik van, oh wacht even, dit eindigt op een, oh, hè, het verhaal loopt zo. En dan ben je al een klein beetje voorbereid op wat er gaat komen. Maar soms kan het je ook nog steeds ontzettend ontroeren. Ja. Ja, en dat probeer je natuurlijk niet altijd te laten zien. Of dat probeer je eigenlijk niet te laten zien, maar dat gebeurt wel eens af en toe, ja. Nou, je moet toch natuurlijk een beetje reageren. Als je een zware reportage hebt, dan mag je niet meteen zeggen van, ja, dat valt wel onderwerp. Nee. Je moet dan, nee. Maar dat is de moeilijke grens natuurlijk. Ja, hier. Ja. Maar dat is toch ook acteren dan? Want je weet al wat er gaat gebeuren. Ja. En dan moet je toch een tussenvorm vinden dat je wel, dat de kijker beseft
dat jij hetzelfde meemaakt wat de kijker meemaakt? Nou, dat probeer ik ook al. Ik probeer altijd de uitzending, want of je een filmpje los ziet op de redactie, terwijl allemaal mensen om je heen rennen en in een soort van, hè, de deadline is er bijna en stress en hebben we al dat en dat geregeld. Dat is een hele andere sfeer dan dat je in het programma zelf zit. Je presenteert het, je ziet het voorbij komen. En soms op dat moment, juist in die stille studio, kan het je juist ineens, besef je pas wat er gebeurd is of valt het kwartje. En dat is, in de flow van het programma, ga ik wel mee met het moment, zeg maar. Ja. Ja. Maar dat is, en ook dat je beseft natuurlijk dat het dan uitgezonden wordt en dat je alleen ervoor staat. Dat je het dan, ik zou het ook wel eens goed zijn. Zou dat niet ook goed zijn als er ook een emotioneel journaal is? Dus dat de nieuwslezer gewoon even wachten. Ja, nou, ik vind het helemaal niet erg als nieuwslezer in de lach schieten. Dat heb ik ook heel vaak gedaan. Maar meehuilen, dat is dan weer het andere eind van het spectrum. Ik weet niet of we daar nou mee moeten. Oh, het zou wel een hoge kijkdichtheid halen. Zou ik het even bij mijn baas voorstellen? Ja. Ja. Ik heb ook altijd dat jullie altijd bedanken voor de verslaggever. Dank vooral bij, Marianne Tweebeke, bij Net, bij Nieuwsuur. Ja, die bedankt altijd iedereen. Ook als iemand met een grafiekje bezig is in de studio, dank je wel. Vind je dat goed of niet? Nee, want die doet gewoon zijn werk. Ja, dat heb ik ook wel eens gedacht. Ja. En ook als jij ernaast zit, dan wil ze ook zich voornamer opstellen. Echt een anchorvrouw wil ze spelen. Ik zat even tegen te zeggen dat je dat niks vindt. Dankjewel, Rick. Zo. Ja. En dan van, of het een soort leerling. Als je zo'n soort leerling bent. Dat, ja? Oh. Ja. Oh, zo voel ik dat niet, hoor. En wat moet jij zeggen van, nou, jij ook bedankt. Ja. Ja. Wat een goed idee. Dat je gewoon, dat moet je een keer doen. Ja, zal ik doen. Lijkt me leuk. Nou, jij ook bedankt. Ik moet kijk, vanavond weer. Kijk hoe ze reageert dan. Ja, is goed. Nou, jij ook bedankt. Of dat je, dat je dus emotioneel, als iemand een reportage gemaakt hebt, dat je dan zegt van, nou ja, dankjewel, ik heb nog nooit zo'n goede reportage gezien en kun je dat vaker doen? Dat klinkt ook wel harder dan je het misschien wel bedoelt, maar ik zal het meenemen, kijk. Wat heb je wel eigenlijk bij het journaal mensen die minder zijn dan anderen? Wat bedoel je daar nou mee? Nou, de ene verslaggever die is heel goed en to the point. Nou ja, laten we zo zeggen, ik heb wel mijn eigen voorkeur. Er zijn een aantal verslaggevers die ik heel erg goed vind. En er zijn er ook een paar waarvan ik vind dat het soms wel wat beter kan. Ja, maar goed. Ja, ja, maar dat zeg daar hebben niet, we overal. Nou, niet hier. Nee. Maar, dat zeg ik thuis, of op de redactie hebben we het daar natuurlijk wel over met elkaar. Van, tegen de persoon zelf. Ja, tuurlijk. Oh, ja. Nee, soms bel je ze ook wel op als het goed ging, of juist als het niet goed ging, om complimenten over te brengen. Ja. Of juist, volgende keer moeten we toch iets meer dat of dat hebben. En hoe lang, want je zit nu al vrij lang bij het journaal. Heb je nou nog, want de meeste journaalpresentatoren die willen uiteindelijk ook een eigen talkshow. Als ze later groot zijn, ja. Ja, nou ja, wie weet. Ja. Nou, ik zou wel. Ik doe ook wel af en toe het Radio 1-journaal. Dan interview ik ook mensen, zoals jij nu doet. Alleen dan wat meer over andere onderwerpen. Maar dat vind ik wel heel leuk, om nog meer te interviewen. En dat hoeft dan niet per se een talkshow-setting te zijn. Mag ook een. Weet je, zoals CNN dat heeft. Die heeft gewoon elk uur een andere nieuwspresentator die dan een uur lang zijn nieuws van de dag doet. Met gesprekjes en correspondenten. Ja. En dat zou ik natuurlijk wel heel leuk vinden. Of een soort Radio 1-journaal op televisie. En staat de hoofdredacteur van het journaal ook open voor een andere vorm van het journaal? Nou, dat is natuurlijk lastig. Hè? Wij zijn, NOS wordt geacht om die nieuwsbulletins te maken zoals we dat nu doen. En nieuwe vormen en nieuwe, daar zijn ook andere omroepen voor. Die concurrentie natuurlijk. Ja, dus het wordt niet in dank afgenomen als we ook nog eens een keer met een soort van nieuwsprogramma gaan komen die op hetzelfde leesgestoel is als al die andere actualiteit, rubrieken en talkshows en anders. Nou, de omroepen kunnen heel kinderachtig zijn, dat weet ik uit eigen ervaring. Er wordt nou geïnterviewd en we hebben het al een interview gehad. We hebben één vandaag en dan kan je toch niet daar ook in het journaal ook gaan interviewen? En daar hebben ze wel rekening mee te houden. Ja, natuurlijk. Al die omroepen niet afgeschaft moeten worden en dat je gewoon één geheel krijgt? Dat is een hele politieke vraag. Ik heb daar wel zo mijn ideeën over, maar ik denk dat het beter kan, laat ik het zo zeggen. Maar, moet je oppassen met. Ja,
het is natuurlijk heel... het is NOS, hè? Ik ben apolitiek. Dus we leven er zogenaamd in een vrij land. Ja. Ja, maar het is wel raar. Ik begin wel een beetje... Ik heb wel een soort grens. Ik mag niet mijn mening geven over politieke kwesties... of over politieke partijen. Nee, want... Ik ben de neutrale meneer van het nieuws. Als ik jou nu ga vertellen wat ik vind over, nou ja, noem eens een politiek punt. Dan gaan iedere keer. Dan gaan mensen dus thuis zitten. Iedere keer als ik iets over D66 moet zeggen. Van, daar vond hij dat en dat van. Dus ik geloof hem niet meer. Of ik vind hem niet meer objectief. Of, ja. Maar mag je het in privégezelschap ook niet zeggen? Jawel. Maar privé is natuurlijk heel. Hoe zal ik het zeggen? Ik kan het wel tegen mijn vrienden zeggen, maar ik ga het niet op een borrel met allemaal mensen die ik niet ken, ga ik lopen verkondigen wat ik van bepaalde kwesties vind of welke partij ik stem. Dat zal ik niet gauw doen. Nee, nee. En je hebt wel goede vrienden die het niet doorvertellen. Ja, ja, voor zover ik weet wel. Ja. Nee, ja, ja, hij, ja, hij stemt hier in die partij. Nee, ik vind het gelukkig de privé ook niet zo heel interessant. Dus, nee. Nou goed, maar dat is mij. Je voelt je verder prima. En uiteindelijk wil je wel meer ruimte krijgen om toch ook wat. Nou, je moet je wel verder ontwikkelen. Ja, 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 vind ik wel. Maar ik weet ook niet of dat bij de NOS zal zijn of dat ik ergens anders heen ga. Of dat ik iets heel anders ga doen. Dat zou ook nog maar zomaar kunnen. Daar zit je ook nog wel aan te denken. Nou, ik vind het nu nog heel erg leuk, maar ik zit. Ik ben 42. Dit ga ik natuurlijk nog geen 20 jaar meer doen. Nee. Dus. Maar als RTL 4 dan, hè? Die Galjaard. Ja, toch heet die? Ja, 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 Erland, ja. Erland. Als die dan jou belt, hè, Rick? Voor het nieuws bedoel je? Nee, ja, of voor het nieuws. Of voordat hij ruimte heeft dat je met Wendy van Dijk iets mag doen. Zou je dan... Nou ja, ik zal altijd gaan gesprek, praten, ja, tuurlijk. Ja, gesprek, dus bellen maar. Ja, maar dit heeft Matthijs van Nieuwkerk, die heeft ook met ze gesproken, toch? Je moet altijd praten, je moet altijd de macht. Je moet zelf de macht houden. Ja, eigenlijk wel. Je moet niet dat we over een paar jaar zeggen van... Nou, we hebben nou een nieuwe homo die het nieuws kan lezen. Die veel jongeren leuker is, ga maar weg. Ja, ja, dat dan moet je ze voor zijn. Nou, dankjewel voor de tip. Ja, maar dit is wel waar. Nou, ik hoop dat je nog heel vaak het nieuws mag blijven lezen. Je gaat niet meer op reportage. Nee, soms maken we wel aparte uitzendingen. Dus bijvoorbeeld met binnenkort gemeenteraadsverkiezingen. En dan ga ik ook wel een bijzondere programma maken. En dat is wel heel leuk om te doen. Maar over het algemeen zit ik meer in Hilversum dan ergens anders. Ja, ja, en vanavond... Vanavond moet ik ook weer het nieuws doen. Dus ik ga Marielle Tweebeke vanavond bedanken. Ja, dat is leuk. Spannend ook. Nou, mag ik je kussen? Ja, natuurlijk. Bedankt. Jij ook, Margeet. En we hadden een heel fijn gesprek. Even kijken wat Dominee Grendaert, want die komt nu, wat die daarvan vindt. Ja. Ach, wat een heerlijk gesprek. En wat een spontane jongen. Wat een spontane jongen is die Rick, zeg. Hij is 42. Maar je ervaart hem toch nog als een spontane jongen. En ik weet zeker dat hij dat heel goed zou kunnen. Een soort nieuw talkshow. Hè? Oh, het is iemand die zichzelf is, hè? Maar ook gedisciplineerd, die combinatie. En al ja, zijn melancholische kanten, die heeft hij natuurlijk. Maar hij is ook tevreden met wat hij heeft en hoe hij leeft. Heb jij dat ook thuis, dat je tevreden bent met wat je bent en wat je hebt? Tevreden zijn met wat je bent en wat je hebt. Dat je tegelijkertijd ook je dromen en verlangens hebt. Je kunt goed tegen alleen zijn, maar het zou toch ook wel fijn zijn als je iemand hebt waar je lekker tegenaan kan. Lekker tegenaan kan schurken. Die intrigerende dichter Daniel Vis, die gun je het ook. Maar ook de sprankelende nieuwslezer Rick van der Westerlaken. Je gunt het ze. En ik gun het jou ook. Jij die alleen thuis zit, hè, jou gun ik het ook. En als je alleen bent, dan moet je niet wanhopen, maar wel heerlijk hopen. En in evenwicht verlangen naar warmte en genegenheid. En soms komt het eerder dan je denkt. Nou, daar gaan we toch lekker op hopen. Ik wens je een hele fijne voortzetting. En nou, dan maar weer terug naar het leuke stijl Rick en Margreet. Ja, nou, dit is toch wel... Ja, dat, nou, ik vind toch wel... hij heeft wel een punt wat dat er gaat. Hè? Vind ik wel, Dominee Grendaert. Dat was het weer. Ik hoop dat u ook weer genoten hebt van deze uitzending. En dat u geniet van de vrijheid. En schreeuwt ook van de daken dat het programma Margreet Dolman begrijpt het ook echt klopt. Ik begrijp alles. En hier zie je mensen die je elders niet ziet. En hier mogen de mensen ook uitpraten. Wij hebben de tijd. En ik mag niet te lang praten, want ik zie dat ik aan het einde van het programma raak. Dames en heren, tot de volgende week. En hou mijn ogen. Doei.